Voor de mens was God de geest die ze niet konden naraken of zien. Vanwege Gods drie fasen van werk op aarde. De schepping, verlossing en vernietiging. Verschijnt hij op verschillende tijden om onder de mensen te werken. Zijn eerste komst was in het tijdperk van verlossing. Hij kwam uiteraard in een Joodse familie. God werkte zelf om zijn geïncarneerde vlees te gebruiken als een zondoffer in zijn verlossingswerk. In het tijdperk van genade zagen als eerste, dat was de eerste keer dat God werkte in het vlees. In het tijdperk van genade zagen de Joden God dus als eerste. Dat was de eerste keer dat God werkte in het vlees. In het tijdperk van het koninkrijk is Gods werk overwinnen en vervolmaken. Dus hij doet opnieuw herderswerk in het vlees. In de eerste fase was hij de ontastbare geest. In de laatste twee is de geest in het vlees gekomen. God wordt dus opnieuw een mens in de ogen van de mens. En hij voelt niet en ziet er niet uit.